Welkom bij Startup Sofa. Ik ben Birgit en vandaag heb ik Roel Kaars bij mij op de sofa, CEO van GuardSquare. En GuardSquare is niet echt een start-up meer, want eind vorig jaar hebben zij de prijs gekregen van Scale-up van het jaar 2019, uitgereikt onder meer door EY. Welkom Roel in onze sofa, het is leuk jou vandaag hier te hebben. GuardSquare. Kan je kort even vertellen wat GuardSquare juist doet? Ja, wij beveiligen mobiele apps tegen hackers. Dus onze klanten zijn banken, financiële instellingen, softwarebedrijven die apps op de markt brengen en die moeten beschermen dat de apps niet uit elkaar gehaald kunnen worden en dan misbruikt worden dan waarvoor ze eigenlijk gemaakt zijn. In tegenstelling tot een klassieker verhaal van start-ups waren jullie eigenlijk meteen winstgevend met de producten van GuardSquare. Kan je daar meer over vertellen? Hoe komt dat? Wel, een beetje een speciaal verhaal voor een start-up. Er was al heel lang een product. Dus de CTO van GuardSquare, Erik Lafortune, die had een open source product. Al waar hij aan werkte sinds 2001 geloof ik, of 2004. Dat product werd gebruikt al over heel de wereld. En was gratis beschikbaar voor iedereen die met Java iets deed. Op een gegeven moment zijn klanten komen vragen aan Erik om daar iets bovenop te bouwen. Zo is het idee van Dexcard ontstaan. Ja. En dat was ook de reden om GuardSquare op te richten en een bedrijf ermee te starten. Dus vanaf dag 1 meteen internationaal gegaan, maar ook meteen rendabel. Super. En Dexcard was dan eigenlijk een extra beveiliging boven die open source? Of hoe moeten we dat zien? De open source was meer een optimalisatieproduct om applicaties kleiner en smaller te maken. Mm-hmm. Terwijl de Dexcard is eigenlijk een security product. Het zijn twee totaal andere producten, maar ze zijn wel op elkaar gebaseerd. Dus Dexcard bouwt verder op ProGuard, maar zorgt voor de extra laag beveiliging in feite. Ja, oké. Je zegt ook dat je vanaf dag 1 met GuardSquare internationaal bent gegaan. Dat is natuurlijk gemakkelijk als je een open source product hebt dat overal beschikbaar is. Maar jullie zijn sinds 2016, als ik het goed heb, ook aanwezig in San Francisco, in de VS. Ja. Hoe hebben jullie bepaald om net daar een kantoor te vestigen? Samenloop van een aantal omstandigheden. Prins Albert Fonds hebben we gebruik van kunnen maken. Dus die gaven ons de mogelijkheid om iemand naar Ginder te sturen, Jan Karel. Dus die is eerst een maand bij ons geweest in Leuven, heeft daar de opleiding gehad. En is dan in zijn eentje naar San Francisco gegaan. Met ondersteuning van Prins Albert Fonds, maar ook van Belcham. Mm-hmm. Hebben we daar een kantoor geopend in het kantoor van Belcham eigenlijk. Mm-hmm. En Jan Karel heeft daar de Amerikaanse markt voor ons verder uitgebouwd. Dat was heel, heel dapper, want je zit er alleen. Hè. De rest van het bedrijf zit aan de andere kant van de wereld. En daar hebben we daar een aantal mensen bij aangenomen. En op het hoogtepunt daar zat er een viertal mensen voor ons in San Francisco. Mm-hmm. Dat is heel nuttig geweest, dat is heel interessant geweest. Maar het heeft ons ook geleerd dat als we echt willen doorbreken in Amerika, we wel een versnelling hoger moesten schakelen. En dat hebben we afgelopen jaar gedaan. Dus afgelopen jaar hebben we mensen bij aan boord gehaald. Mm-hmm. Ervaren sales managers, ervaren marketing managers. En hebben ook een kantoor geopend in Boston. Ja. En daar zijn we nu aan een steviger tempo aan het groeien dan dat we ooit in San Francisco gedaan hebben. Oké, dat is ook het nieuwe hoofdkwartier in de US. Hè? Ja. Ja, jullie hoofdkwartier in Leuven blijft ook nog altijd. Sowieso. Dus Leuven is het hoofdkantoor. Ja. Dat zal zo blijven. Ja. En voor Amerika is Boston nu ons hoofdkantoor. Ja. Nu, je zegt zelf dat het niet gemakkelijk was om in de States te starten. Het was heel dapper om daar een kantoor te zetten en alleen eigenlijk de markt te gaan verkennen. De VS is ook een heel competitieve markt. We horen dat ook van andere start-ups, dat het heel moeilijk is om die markt daar te betreden. Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt daar? Het goede voor Jan Karel, of het makkelijke mag ik niet zeggen, maar het goede voor hem is, we hadden al klanten in de US. Door het feit dat we maken software, we verkopen software, dat is natuurlijk iets anders dan wanneer je een echt fysiek product moet gaan leveren. Mm-hmm. Dus de software kon al vanaf dag 1 gedownload worden van onze website, dus we hadden daar al klanten. Dan heb je al een aanknopingspunt, dan kan je van daar verder gaan. Anderzijds was ook vanaf dag 1 alles bij ons in het Engels voorzien, dus dat is ook altijd, het bedrijf is altijd internationaal georiënteerd geweest. En dat maakt het dan allemaal iets makkelijker. Mm-hmm. Langs de andere kant, wat iedereen zegt, is ook zo. Amerika is een veel competitievere markt. Het gaat er anders aan toe dan naar hier aan toe gaat. En wat dat betreft kan ik maar één advies geven. Het is al een heel oud gezegde. Het is when in Rome, do like the Romans do. Dus als je in de Amerikaanse markt zit, moet je je ook Amerikaans gedragen. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat je marketing moet meer Amerikaans zijn. Ze gebruiken veel mooiere woorden, veel meer adjectieven dan wij doen om iets te beschrijven. Ja, ja, ja. Je moet daarin meegaan. Hè. Als wij Vlamingen hadden de neiging om te zeggen, wow,
oké, terwijl daar is alles great en fantastic en om maar een cliché te gebruiken. Ja. Je moet er ook wel in meegaan. Je moet je aanpassen aan hun en ook in die cultuur meegaan als je daar succesvol wil worden. Mm-hmm. Nu, jouw collega was een Belg. Heb je dan, als het team daar is uitgebreid, heb je dan ook echt bewust lokale mensen aangenomen om inderdaad die cultuur meer aan te nemen in het bedrijf? Ja, sowieso. Ja. Dus, En nu, in Boston, hebben we nu al 12 mensen zitten. Mm-hmm. Daar zijn het allemaal Amerikanen nu die er zitten. En we hebben daar ook echt de VP of marketing, de CRO, onze Chief Revenue. Het zijn allemaal ervaren Amerikanen met ervaring in de industrie, maar ook in het uitbouwen van teams en dergelijke. Mm-hmm. En dan zie je dat er een andere snelheid komt opstaan dan wanneer wij vanuit België dat willen proberen. Heb je nog andere partners gehad naast de Prins Albert Fonds en Belgium? Er zijn er veel. Dus we hebben in internationaliseren. Want internationalisering voor ons is niet alleen de US. We hebben ondertussen klanten in meer dan 75 landen. Mm-hmm. Dus we verkopen echt over heel de wereld. En Amerika hebben we wel een tweede kantoor, maar ook die andere landen zijn minstens even belangrijk voor ons. Dus we hebben veel steun gehad van het Prins Albert Fonds, van Belgium, ook van het FIT bijvoorbeeld, van Andere Investment and Trade. Het zijn allemaal heel nuttige organisaties. Soms is het wel veel apart allemaal. Je moet het bij elkaar zoeken, je moet het vinden. Maar het is goed dat er zo'n initiatieven zijn. Mm-hmm. En dat je erop kan terugvallen, dat je, als er al een kantoor is, als er al mensen zijn, als er infrastructuur is en zo. Mm-hmm. Ook FIT, die je in contact kan brengen met klanten, met potentiële klanten, met belangenverenigingen en dergelijke in al die landen. Het zijn allemaal mooie initiatieven die er zijn om Belgische bedrijven internationaal mee op de kaart te zetten. Ja, ja. Vooral in de laatste jaren, en je zegt het zelf, eind vorig jaar heb je dan een headquarter in Boston opgezet. Dat heeft natuurlijk een gigantische stroomversnelling betekend voor jouw bedrijf. Er is dan ook die investering geweest van Battery Ventures. Wat betekent dat voor het management? Want Battery Ventures is dan mee in het management komen zitten, zijn meerderheidsaandeelhouder ook. Wat heeft dat voor het management betekend? Veel. Nu, voor alle duidelijkheid, ze zitten niet in het management. Ze zijn wel meerderheidsaandeelhouder, maar zitten wel in de board. In de board, ja. En dat is het grote verschil waar we vroeger, was gewoon het management was ook meteen de laatste laag die er was. En daar werd alles beslist, redelijk informeel. We hebben nu een officiële board, dus waar onafhankelijke boardmembers in zitten, waar ik dan ook mee in zit, uiteraard als CEO van Gauske, maar ook twee mensen van Battery in zitten. Ja. Dus je krijgt meer verantwoording af te leggen. Langs de andere kant krijg je ook een pak ervaring mee. De poort zit vol met mensen, vol met ervaring. Jurgen Ingels, die vanuit België ook. Mm-hmm. Dan de twee mensen van Battery. René Bonvan, dat is, gaat hier misschien niet te veel zeggen, maar in de Valley is dat een rockstar. Dat is de CMO, jarenlang de CMO geweest van Palo Alto Networks. Ja, ja. Dus die man die weet hoe marketing in de US, maar ook in de rest van de wereld in elkaar zit. En nou, het feit dat we zo iemand bij in onze boord hebben, is dankzij Battery. En dat zou ons op eigen kracht niet gelukt zijn. Mm-hmm. Dus je krijgt zo toegang tot een schat van ervaring. En ook, ondanks dat ze niet mee in het management zitten, is Battery wel echt een partner. Het is niet zomaar een investeerder die wat centen toegeschoven heeft, maar het is echt een partner die ons ook in de dagelijkse operatie, als we ergens mee zitten, als we iets niet goed weten hoe we het kunnen aanpakken, of als er ergens een deur moet geopend worden, of bepaalde templates of procedures of dergelijke. Ze hebben zo'n netwerk met andere bedrijven waar ze ons eigenlijk op heel korte tijd altijd heel grote stappen kunnen laten zien. Hebben jullie daar bewust naar gezocht, naar echt een actieve partner, een actieve investeerder, dat mee jullie bedrijf verder in de markt zet? Ja, wij hadden ons verlanglijstje gemaakt toen we naar een investeerder gingen zoeken, aan welke criteria hij moest voldoen. Mm-hmm. Dus eerst en vooral, het moest Amerikaans zijn voor ons, want we wilden iemand hebben die ons echt naar de next level kon brengen in de US, om dan van daaruit weer de rest van de wereld te veroveren. Mm-hmm. Dus bij voorkeur Amerikaan, met ervaring met Europese bedrijven, die al een keer de plas overgestoken zijn. Ja, ja, ja. Liefst zijn al meerderheidsinvesteringen, omdat ze dan ook gedwongen zijn om echt mee aan de kaart te trekken. Ja, ja, ja. En dan, als het nog even komt, met een filiaal in Europa en ook met een persoonlijke klik waar we met de mensen goed overeenkomen. Ja. Toen we die lijst hadden opgesteld, leek dat een ultieme wens. Misschien zelfs niet haalbaar. Maar nu, een jaar later, kunnen we zeggen dat al die criteria voldaan zijn. Ja. Dat lijkt allemaal een super mooi, succesvol verhaal, vol goed nieuws. Ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. Heb je nooit gedacht van, ik weet even niet hoe dat ik hier moet doorkomen of moet doorzetten? Oh, er zijn waarschijnlijk heel moeilijke onderhandelingen geweest, waarschijnlijk. Of, Je moet daar door, hè. Ja. Je moet door die fase. Ja. En uiteraard komen er wel eens momenten dat je denkt van, wat gaan we hiermee doen? Mm-hmm. Maar het voordeel is, ze zijn er dan ook om raad te vragen. Hè. Je kan erop terugvallen. Ja. Dus nee, het is, ik hoor andere verhalen van andere boards waar het allemaal wat heviger aan toe gaat. Wij zeggen ook altijd dat we een friendly board hebben, waar de board dezelfde richting uit wil als de rest van het bedrijf. Ja. Dat helpt. Hè. Onze boardmeetings zijn ook
ook heel to the point, ook heel strategisch. Mm-hmm. Ja, er wordt over cijfers gepraat, maar die zijn algemeen gekend, die worden op voorhand gedeeld. Dus het grote deel van de boordgesprekken gaat echt over visie en over strategie, waar we naartoe willen. Mm-hmm. En dat is fijn dat je dan zo'n ervaren mensen bij in die boord hebt zitten waar je als CEO mee kan sparren. Ja, ja. Als je dan die uitbreiding meemaakt, niet alleen het management ondergaat dan een verandering, maar ik neem aan dat dat voor jouw werknemers natuurlijk ook een hele aanpassing is. Ze moeten samenwerken met het team in de US. Is er een organisatieherstructurering geweest of een andere manier van werken? Een andere manier van werken, ja, maar dat heeft weinig te maken met het feit dat, dat Battery bij aan boord is gekomen. Mm-hmm. Het is zo, we zijn eind 2018, waren we met ik denk een 30, 35 tal mensen. Nu zijn we er met 70, dat is verdubbeld op een jaar tijd. Ja. Dus daardoor moet je anders gaan werken. Mm-hmm. Maar dat heeft meer met de groei te maken dan met het feit dat je aan boord en investeerder hebt. Mm-hmm. Ja, je bent nu ook iets meer dan een jaar CEO bij GuardSquare. Daarvoor was je COO. Ja. Hoe zie jij persoonlijk dat verschil tussen die twee functies? In eerste instantie was er weinig verschil, omdat ik als COO al vooral de operationele zaken al deed. Mm-hmm. Het enige grote verschil voor mij is dat er die board is bijgekomen. Hè, waar ik vroeger aan tafel zat met de twee oprichters, ja. Zit ik nu aan tafel met een board hè, waar je verantwoording aan moet afleggen. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Voor de rest hebben we ooit, in 2016, hebben we onze cultuur gedefinieerd. Hoe is de GuardSquare cultuur? En die is er vandaag nog steeds. De manier waarop we met elkaar omgaan, de manier waarop we naar de buitenwereld kijken. Mm-hmm. Wat we van onze mensen verwachten en wat we elke dag opnieuw willen doen en hoe we dat met elkaar doen. Mm-hmm. Dat is niet veranderd. Procedures en dergelijke wel, dat moet ook als je groter wordt. Mm-hmm. Maar de cultuur zelf is daar niet door veranderd. Ja. En is die cultuur ooit in gevaar gekomen of in het gedrang gekomen met dat je groter wordt? Heb je ooit gevoeld van, hier gaan we toch extra aandacht besteden aan het behouden van onze waarden en waarvoor dat we staan? Ja, de eerste verandering kwam er zo rond de 25, 30 medewerkers. Dus waar in het begin, als je nog 10, 15, 20 mensen bent, dan ben je als managementteam, heb je zelfs nog heel veel impact op de cultuur, sta je er nog heel dichtbij. Eens je eerste middenlaag gaat creëren, dan ja, moeten dat de cultuurdragers worden en moeten zij de cultuur gaan verder zetten. En dat zijn dan, ik kan niet zeggen spannende momenten geweest, maar dan merk je wel dat je er iets meer aandacht aan moet besteden. Dat je de mensen ook op hun verantwoordelijkheid moet wijzen om die cultuur mee in stand te houden. Mm-hmm. Ja, en nu zitten we al met 70 mensen, dus nu zijn het vooral de anciens die mee de cultuur moeten blijven uitdragen. Ja. En langs de andere kant merk ik ook wel dat de nieuwe mensen die heel snel oppikken. En ook fijn vinden. Dat is ook en als CEO ben je nog betrokken bij de dagdagelijkse beslissingen die dat middenmanagement neemt, als er nieuwe mensen worden aangenomen, heb jij nog een interview met die mensen voordat ze worden aangenomen? Of hoe? Recrutering wel. Mijn antwoord is wel iets genuanceerder, dus liefst en al delegeren. En delegeren wil zeggen zowel de rechten als de plichten, dus ook de verantwoordelijkheden. Geen taken delegeren, maar echt de volledige verantwoordelijkheden. Dus ik heb het liefst dat het middenmanagement zoveel mogelijk zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Ze mogen altijd binnenlopen voor advies en dergelijke, maar het is niet de bedoeling dat ze aan mij komen vragen wat moet ik doen, of dat ze aan mij komen vragen van ik wil dit doen, is het oké? Okay? Dus ze moeten zelf, want anders remt alles af. Ja. Dus ze moeten zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen. Als het over personeel gaat, wil ik wel iedereen die in dienst komt eerst nog een keer gesproken hebben. Ja, en daar behoud je natuurlijk ook de zekerheid om die cultuur door te geven. Okay. En dat gesprek gaat ook vooral over cultuur. Ja. Is ook vooral, het gesprek met mij gaat niet over de jobinhoudelijke kant, dat hebben ze met de andere managers al gedaan. Bij mij gaat het gesprek vooral over de cultuur en de culturele fit die er wel of niet is van de kandidaat. Ja, oké, leuk. Wat volgt er voor GuardSquare? Wat zijn jullie plannen? Zijn er misschien nog nieuwe grenzen die jullie willen wegkomen? Zijn er nieuwe markten die jullie willen betreden? We hebben net ons beste jaar ooit achter de rug. Dus zowel qua groei, qua nieuwe klanten, qua medewerkers. Dus meer van dat. We zijn elk jaar weer hyperambitieus, dus we leggen ook elk jaar de lat weer een heel stuk hoger. Hoog genoeg, zodat je er ook onderdoor kan. Hè. Dus als je de lat maar legt dat je er zeker over gaat, dat is niet hoog genoeg. Maar we kijken naar een aantal zaken, dus we willen Leuven verder uitbouwen. In Leuven dan spreken we toch vooral over de engineering in de eerste plaats, daarnaast ook sales. Maar we willen nog meer ingenieurs hebben, omdat we een aantal ideeën hebben over producten. Die er nog niet zijn, die nog niet bestaan in de markt, waar we onze marktleiderspositie, want die hebben we in de markt, we zijn de marktleider, dat we die kunnen verstevigen en verder kunnen uitbouwen. Daarnaast kijken we ook in de aanpalende sectoren waar al producten zijn, kijken of er interessante acquisities zijn die we eventueel zouden kunnen doen om onze groei te versnellen.
En dat betekent dan ook dat er kantoren zullen bijkomen, dat acquisities zijn. Die zullen niet in België zijn. De bedrijven waar we naar kijken of de producten die we nodig hebben, zijn niet beschikbaar in België. Dus dan komen we in andere landen terecht. En daarnaast sowieso ook de autonome groei. Hè. We blijven zelf ook verder groeien, Boston verder uitbouwen. Dus er is maar één magisch woord en dat is verder doorgroeien. Wauw. benieuwd om Guardsquare verder te zien groeien in 2020. Heb je tips voor ondernemers die nu zitten te kijken en die zeggen van ik wil ook naar het buitenland trekken met mijn idee, met mijn product. Wat zijn jouw tips voor die mensen? Naar het buitenland trekken is niet eenvoudig. Hè. Dus je ziet heel vaak dat dat hals over kop gebeurt of bij een toeval gebeurt of vanuit een verkeerde redenering aan begonnen wordt. Laat ik een simpel voorbeeld geven. Je begint in België en je denkt, ah, nu naar Nederland of nu naar Duitsland of nu naar Frankrijk, want dat is gemakkelijk. Het is niet zeker dat er markt voor is. Of het is ook niet zeker dat het helpt of dat het goed is. Dus ik vind dat je best goed moet nadenken. Mm-hmm. Voor ons was Amerika een logische keuze. Als je over cybersecurity praat, is Amerika een logische plaats om te zijn. Maar ik vind wel dat je er goed over moet nadenken. Dat je er ook een goed businessplan achter zet. Eigenlijk, als je echt een succes wil maken, moet je er ook voldoende middelen tegenaan gooien. Ja. En liefst en altijd is dat er één iemand van het managementteam meegaat. Mm-hmm. En als dat niet kan, dan moet je eigenlijk een goede managementkracht aanwerven met ervaring, die het al een keer gedaan heeft, die weet hoe het werkt. Dat is dan vaak moeilijk, want als start-up heb je die centen meestal niet, dus dan kom je wel in een bepaald spanningsveld terecht. Mm-hmm. Maar ik hoor vaak van, we gaan eens beginnen met één verkoper, of we gaan... Dat heeft eigenlijk weinig zin. Ja. Want dan weet je niet, als het dan niet lukt, lag het aan die verkoper, lag het aan de manier waarop. Als je het echt wil, doe een goed onderzoek en gooi er dan voldoende middelen tegenaan om het in één keer goed te doen. Oké, dus zowel durven springen als beredeneerd springen. Ja, beredeneerd, bereid je goed voor. Ja. Bereid je goed voor en zorg dat je ook voldoende middelen hebt om, als het niet meteen aantrekt, om er ook door te bijten, om door die periode door te komen. Ja. En laat je omringen, bijvoorbeeld, maar dat geldt voor elke stap die je zet, laat je omringen door mensen met ervaring. Hè. Dus noods als adviesraad of dergelijke, dus als het kan in je bedrijf. Ja. Maar zeker in andere landen heb je lokale verankering en lokale kennis nodig. Ja, zeker. Nog één laatste vraag voor je rol. Wat treft jou elke dag als ondernemer? Oh, veel. twee dingen, denk ik. Twee belangrijke dingen. Eén is groei. En twee is mensen. En als die twee dan nog een keer samenkomen, mensen groeien, dan past het hele plaatje voor mij persoonlijk. Ik vind groei iets enorm plezant. Want groei betekent veel uitdagingen, betekent ook veel problemen, betekent veel challenges. Maar betekent ook heel veel drive, betekent heel veel energie. En mensen, ja, ik moet eerlijk zijn, ik krijg energie van mijn mensen om te gaan, van met mensen dingen te doen. En als je dan tegelijkertijd door al die stappen te zetten met je bedrijf ook mensen ziet groeien en mensen kan laten groeien, dan... Dat geeft mij persoonlijk heel veel energie en dat is waarom elke dag, op het einde van de dag, altijd plezant afgesloten wordt. Als je ziet dat er weer gegroeid of wat er weer gebeurd is, dat mensen zich weer hebben kunnen ontwikkelen en ontplooien. Leuk. Leuk verhaal van Guardsquare. Ik ben super blij dat je hier vandaag zat bij onze Startup Sofa. Proficiat nogmaals met jullie prijs van Scale-up van het jaar. Ik ben super benieuwd wat 2020 voor jullie gaat brengen. Dank je voor het kijken. Als jullie nog vragen zouden hebben voor Roel, mogen jullie hieronder reageren of jullie vragen stellen. En dan zie ik jou heel gauw op een andere event van de Factory. Dank je wel, Roel. Graag gedaan.